Alberto is in Nederland, in het plaatsje Barlo. Ongeveer 2,5 miljoen Nederlanders vieren hun vakantie in eigen land. Een groot gedeelte daarvan gaat kamperen. Je kunt in Barlo naar Camping De Bergt. Daar betaalt u vanaf €17 per nacht voor een staanplaats. Toen ik een paar weken geleden de campingbeheerster hier in Barlo aansprak, leek de boodschap goed aan te komen. Zorg ervoor dat gasten geen stress hebben en dus kunnen genieten van hun vakantie. Maar door de bouwwerkzaamheden pal naast hun caravan was er voor de familie Romein alleen maar stress. Half 8 ochtends werden we uit bed getrild, zeg maar. En dat heeft de hele dag geduurd. Zonder ook maar ons iets te vertellen van, joh, er komen werkzaamheden of wat dan ook. Ook de familie Benning had problemen op de camping. Mijn dochter kwam dus met dit stuk naar me toe. Kijk eens wat ik heb gevonden. En dit heb ik daarna nog gevonden. En daar spelen mijn kinderen dus in. De camping blijkt midden in het seizoen nog in een verbouwing te zitten. Alberto vraagt de campinghoudster om opheldering. Ik denk dat het hier over 2 maanden groen is. 2 maanden? Is de zomer voorbij? Ja, maar ik bedoel, het begint eerst. Nou regent het en dan gaat het gras langzaam opkomen. U moet toch gewoon eigenlijk zeggen, het is belachelijk. U moet zo gaan staan en niet ik. U moet denken, dit kan niet. De laatste weken regent het opnieuw klachten van ontevreden gasten die op een onfatsoenlijke manier behandeld worden. En dus ben ik opnieuw bij de camping om verhaal te halen. Deze staat bovenaan de lijst waar we nooit mee gaan. De slechtste vakantie die ik ooit meegemaakt heb. Ik word niet gehoord op een of andere manier. Er staan gewoon 2 van die jonge gietjes staan ervoor en die weten eigenlijk ook niet hoe ze het moeten oplossen. Het is na Alberto's eerste bezoek alleen maar erger geworden. Naast het rondslingerende glas en de bouwwerkzaamheden is het nu ook nog slecht gesteld met het sanitair. Maar liefst 6 families doen hun verhaal bij Alberto. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is er aan de hand? Nou, het is gewoon heel ranzig. De wc's die zijn heel vies. De poep ligt gewoon op de wc-brillen, aan de muren. De douches zijn gewoon ijskoud. We zijn met de receptie geweest om onze klachten te dienen. Want ja, je wilt toch wel douchen. Nou, het blijft gewoon koud. Ik heb mijn kinderen uiteindelijk ben ik water gaan koken in een emmertje gedaan. Sop erbij, daar ben ik mijn kinderen aan douchen. Niet meer in het toilet gedaan. Het is gewoon onveilig, ook voor haar. Zij is net zindelijk. Dus ze wil graag alleen naar de wc, maar ja, dat gaat gewoon niet. Nou ja, mevrouw is dan pas geopereerd. En het was best wel een zware operatie. Dus ja, en dan willen we zeker niet dat er infecties bij komen. Waar bent u aan geopereerd? Mijn baarmoeder hebben ze eruit gehaald. Dus ja, ik moet gewoon heel goed oppassen met infectiegevaar. Hoe is hygiëne? Is extra belangrijk. Ja, is extra belangrijk voor mij, ja. Maar hygiëne is niet het enige probleem. De camping is nog steeds onveilig voor kinderen. We kunnen hem echt geen tel uit het oog verliezen. Stroomkabels uit de grond. Wat? Nou, kinderen spelen. En constant aan zolder zijn oplaten. Dat ze niet aan die stroomkabel gaan. En toen loopt hij op het veldje. En die zegt, oh maar kijk eens. Hij heeft gewoon een stuk glas in de handen. Ik denk, jeetje Mina, waar komt dat nou weer vandaan? En wanneer was dit? Toen wij aankwamen. Maar wij hadden zoiets van, we zijn hier maar een week. Als we dan dat is deze week gebeurd? Ja. Maar ik was hier een aantal weken geleden. Met hetzelfde probleem, namelijk glas en leidingen die overal zonder dat ze bedekt waren, lagen. Maar toen zei ze, dit gaan we oplossen. Ja, ik ben echt kokend gewoon nu. Ja. Begrijp het? Het huilen staat me nader dan het lachen. Begrijp het? Ja, als u het begrijpt, waarom doet u dan niks? Ik zeg u toch, van het glas wist ik het niet. Dat hebben ze mij niet doorgegeven. U heeft dezelfde glas uitgehaald? Ja, gisteren, maar ik heb toen ook rondgekeken of ik verder nog wat zag liggen. En alles wat ik heb zien liggen, heb ik er gisteren uitgehaald. Nou, dat is echt opgelost, hoor. Er zijn zulke grote gaten. Ik bedoel, als hij een stukje wegloopt, dan valt hij mee in. Rondom de speeltuinen staan hekken met enorme gaten waar de kinderen gewoon best heel lelijk in kunnen vallen. Kleren in kunnen haken, maar ook hunzelf aan kunnen bezeren. En het is wel erg dat het personeel zelf klaagt van hoe het hier loopt. En ja, dat mag toch eigenlijk niet. Het personeel moet klagen. Dat moet toch eigenlijk, qua personeel moet toch promoten voor je camping. Maar ja, meisjes. Een heel slecht management, vind ik. Ja, absoluut. Alle gezinnen hebben vaak geklaagd. En hebben jullie het gevoel gehad serieus te zijn genomen door de receptie? Nee. Helemaal niet. Nee. Nee. Je wordt gewoon meer afgewimpeld als dat je gehoord wordt. En dan wordt er gezegd van ja, we hebben het zo druk.
Wij zijn hier zo druk aan bezig geweest dat ik er gewoon niet bij stilgestaan omdat mensen ingelegd moesten worden. Ja, maar mensen komen hier dan klagen ze in eerste instantie? Ja. Er zijn verschillende een hoop mensen hier geweest, ja, dat klopt. Er wordt niks gedaan. Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Maar komen er vandaag nog mensen binnen, bijvoorbeeld? Nee. Hoe weet u dat? Eén persoon komt er binnen, maar die zit op het andere stuk. Wij weten wat er aan aankomst is. Komen er morgen mensen? Morgen komen er wel mensen, ja. Weten die mensen dit? Nee, die weten het niet. En nog steeds informeren ze hun gasten niet. De eerste week dat ik hier was, constant aan de balie staan, gezegd wat er mis is, wat er vies is, wordt niks mee gedaan. Hoe lang zijn jullie al op vakantie? Dit is onze tweede week nu. Ja, maar we gaan eerder naar huis omdat we hebben het gewoon gehad. We zijn er gewoon klaar mee. Vanaf dag 1 waren deze problemen. Ja. Ja. Dus echt, op een gegeven moment zit het je gewoon zo hoog dat je er gewoon helemaal klaar mee. En dat je gewoon, ja, dan hak zoiets van, nou ja, nu schakel ik jullie in. Het is gewoon klaar nu. We komen zelf uit Limburg, dus dat verwacht je hier niet, ja. Je ziet dat wel in het buitenland of zo, maar hier verwacht je dat totaal niet, wat hier afspeelt, ja. Dus zit er voor Alberto niets anders op dan opnieuw de confrontatie met de campinghoudster aan te gaan. Hallo. Daar ben ik weer. Ja, dat vind ik niet leuk. Ja, u heeft het weer voor elkaar gekregen. Wat is nu de reden dan? Dat weet u best, want al deze mensen zijn al lang bij u komen klagen. Vieze, ranzige toiletten. De toiletgebouwen die worden 4 keer per dag worden die schoon gemaakt. Absoluut niet, nee. We zitten naast de wc, mevrouw. We zitten eerste rang. We kunnen alles zien. Jullie komen s'nachts om 4 uur en jullie komen s'avonds pas weer om 5 uur aankakken. Ja, echt wel. Ik ben niet achterlijk. Kan het toch zien of niet? Wat denk ik straks? Volgende week zitten mijn kinderen met buikgriep thuis. Het is te kotsend omdat de stront nog op de play zit. Want zo is het gewoon. En dat geldt voor al deze kinderen hier. Niet alleen maar voor mij. Mijn kinderen lopen met een Glorix doekje naar de wc. Het is te zot van woorden. Ik kan alleen maar zeggen dat als daar nog rotsje is, dat het de rotsje is die de gasten zelf maken. Ja, glas op het grasveld en zulke gaten in de vloer waar kabels uitkomen, waar mijn kleinzoontje in kan komen te vallen, die maken wij niet. Dat was met 218 zijn. Nou, dat is over de hele camping hoor. Alle stroomkabels. Zulke stukken glaswol hebben wij naast de caravan liggen. Nou, ik wil niet weten wat er gebeurt als mijn kleinzoon daarin komt. Dat is niet waar. We hebben bewijs op camera staan, mevrouw. Nou, dat is bijvoorbeeld gevecht, toch? Ja. U lijkt me opnieuw een hele aardige mevrouw. Maar u maakt er dus echt een potje van. Anders staan al deze mensen hier niet bij u aan de balie. Als je met veel mensen doucht, is het normaal dat het vies wordt. En daarom moet het ook schoongemaakt worden. Jullie moeten het schoonmaken. Ja. Dat lukt jullie niet. Elke andere camping heeft schone douches. En natuurlijk kan er een moment zijn dat het even niet goed is. Zij hebben 2 weken lang een slechte vakantie gehad. Daar hebben ze voor moeten betalen, voor die vakantie. Oké. Dan bied ik die mensen een nieuwe week vakantie. Dan biedt deze mensen een nieuwe week vakantie? Ja. Maar niet hier. Nee. Dat kan op een park naar keuze. Net als de vorige keer belooft de campinghoudster de gedupeerde een nieuwe vakantie. Maar Alberto wil haar graag nu nog iets meegeven, zodat hij niet weer terug hoeft te komen. Ik heb wel een tip voor u. U moet echt meer personeel gaan aannemen. Of minder gasten hier naartoe laten komen. Want u kunt het niet aan. Probeer te roeien met de riemen die ik heb. Ik ga wel vragen of ik meer personeel kan krijgen. Als u dat niet gaat doen, dan kan ik u een briefje geven. Dan zien we elkaar over een aantal weken weer. Met een hoop gasten aan de balie. U moet echt structureel iets gaan veranderen. Want dit is niet best. Afgesproken? We houden het in de gaten.